Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie twin markers van het merk Avec uittesten. En deze hebben een dot en een fijn kant. Dit zijn ze. Ik weet helaas niet meer precies wat ze hebben gekost. Ik heb ze bij de Action gekocht. En hiermee kun je dus lijntjes zetten, maar ook puntjes. Dus ik dacht, nou, dat gaan we gewoon eens eventjes uitproberen. Dus mocht je benieuwd zijn of deze markers werken en of het allemaal een beetje soepeltjes verloopt, zou ik gewoon eventjes zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, zoals ik al zei, het zijn dus markers en ze zijn dus op waterbasis. Dus je zou hier ook weer mee kunnen verven met zo'n waterpaint brush. Dat ga ik in deze video niet doen, dat heb ik al meerdere keren laten zien. Maar het is dus mogelijk om hier ook mee te verven. Eventjes kijken, de kant waarmee je streepjes kunt zetten, die heeft een tip van 0,5 mm. En de dots zijn 1 tot 6 mm. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe je dat dan voor elkaar kunt gaan krijgen. Maar dat gaan we zo natuurlijk uitproberen. Er staat ook heel duidelijk op, zoals deze is echt, deze kant is echt voor de puntjes en deze kant is voor de lijntjes. Even kijken. Je kunt dus punten tekenen van verschillende formaten. En dat heeft dus te maken met de druk die je op de stift zet. Dus hoe harder je drukt, hoe groter de punt wordt. En daarmee kun je dus variëren. Er staat verder eigenlijk niet heel veel informatie op. Ik ga het gewoon alleen op papier testen. En ik denk ook dat het gewoon dat het best is dat je het op papier probeert. Ik denk niet dat dit op andere oppervlaktes zou kunnen. Dat staat er ook niet bij. Dus, oh ja, wel. Je kunt het op papier en canvas gebruiken. Dus je kunt ook op een canvasdoek, dus niet op hout en dat soort dingen. Hier zie je een aantal dingetjes die ermee gemaakt zijn. Dus dat ziet er wel heel leuk uit. Ik heb hier allereerst dit setje met deze kleurtjes erin zitten. Ik heb er in totaal 5. Dan hebben we een setje met deze kleurtjes. Ziet er ook leuk uit. Dan heb ik deze. Het zijn echt wat meer de blauwtinten, zeg maar. Dan deze. Dit zijn wat meer, ja, ook een beetje natuurlijke kleuren als je het mij vraagt. En een groene. Dus dat is die. Dus, ik denk dat we ze maar gewoon eens even gaan uitproberen. Want ik ben wel heel erg nieuwsgierig of dat dit daadwerkelijk ook gaat werken. Ik heb voor de zekerheid even een extra foldertje onder het blaadje gelegd wat ik ga gebruiken. Mocht het doordrukken, komt het bij mij niet op de tafel. En dat vind ik zelf gewoon een prettig idee. En dan ga ik gewoon eens eventjes kijken. Ik zal de setjes even openmaken. En dan heb ik hier al een gele kleur. Dan ga ik gewoon eens beginnen. Even een kat aan de kant halen. Met het zetten van een lijntje. En dit is dan de punt. Ik zal jullie even omhoog zetten van het lijntje. En dan is dit de punt voor de puntjes te zetten, zeg maar. Maar we gaan gewoon eerst maar eens eventjes een lijntje zetten. Om te kijken hoe smal dat is. Oeh, het glijdt op zich over het papier heen. Ja, je kunt hem wat dikker aanzetten. Ja, ik moet er eventjes aan wennen. Want het is weer een heel ander soort stift dan wat ik gewend ben. Ik heb zeg maar ook heel veel andere stiften die bij de Action vandaan komen, die glijden net weer anders over het papier heen. En dan ga ik eens even die puntjes proberen. Dit zijn dan hele fijne. Dan ga ik ietsjes harder drukken. Dan worden ze al wat groter. Oh ja, je voelt ook echt dat die punt een beetje ingaat als je dat doet, zeg maar. Ja, hoe harder je drukt, je voelt echt dat die punt een beetje erin gedrukt wordt, als het ware. Oeh, dat is eventjes wennen. Het werkt wel. Nou lijkt het me leuk om eens even te kijken of ik zo'n afbeeldingje kan maken die hier achter op het doosje staat. Want dat zag er best wel leuk uit. Dan ga ik even de kleurtjes eruit halen. Dat ga ik dan doen met die puntjes. En dan gaan we zometeen ook nog eventjes
met die lijntjes. Kijk, lijntjes geloof ik op zich wel. Ik vond het gewoon ook heel erg leuk om die puntjes te doen. Ik ga jullie eventjes iets meer inzoomen, zodat we kunnen zien of dat werkt. En ze beginnen hier met de rode kleur. Okay. Ze beginnen dus met een hele dikke. Dan wordt hij al iets kleiner. Oh, dat ziet er best grappig uit. Dan gaan ze met... zeg ik dat goed? Nou, het maakt ook niet uit. Dan doe ik het iets anders natuurlijk. Ik ben wel verkeerd begonnen, zie ik al. Want we doen het net iets anders. Kijk, nu ga ik al fout. Want nu heb ik een te dikke stip. Dat was niet hoe het moest. Nou ja. Try again. Deze gaat wel goed. Dan gaan ze dat gele doen. En je moet steeds minder druk zetten. En dat is een beetje de truc. En dat is best wel lastig nog. Want ik ga helemaal niet goed. Want dit wordt helemaal niet zoals hun het hebben. Maar dat maakt niet helemaal uit. En weer ga ik fout met deze. Echt. Fantastisch. Nou, nieuwe poging. Nee. Zit er nog niet in. Dat merk ik wel. Die gaat dan wel weer. Het is best wel moeilijk nog hoor, met die puntjes. Het ziet er niet uit zoals op de foto, maar ik heb het in ieder geval geprobeerd. En dan doen ze hier. Ja. Nou, het werkt wel. Nu leek het me leuk om dus te gaan kijken of je ook een, als ik een stempel zet, of ik die kan inkleuren met markers. Dus dat wilde ik eens eventjes gaan proberen. Dus ik ga eventjes een paar stempeltjes zetten en dan gaan we die proberen in te kleuren. En misschien met de puntjes, maar ook een beetje met de fijne kant. Dus dat wil ik nu eventjes gaan proberen. Goed, ik heb een paar afbeeldingen gezet. Ik heb bijvoorbeeld hier een cocktail. En dan lijkt het me dus leuk om hier dus stippers in te maken. Want wat je in een cocktail natuurlijk vaak ziet, is dat er bubbeltjes in zitten. Dus het lijkt me leuk om dat dan met stippers te gaan doen. Dus even kijken of dat gaat lukken. Cocktails zijn in mijn beleving ook wel vaak geel. Dus ik dacht, dan ga ik hem met gele stipjes doen. Ik doe gewoon wat kleine stipjes. Weet je wat dan ook wel leuk zou kunnen zijn? Om het bijvoorbeeld nog met potlood meer kleur te geven. Dat ga ik nu niet doen, want het gaat natuurlijk echt om deze stiften. Ik heb alleen wel heel erg het gevoel met die stipjes dat stift best wel los in de huls zit, zeg maar. Dus ik voel hem wel heel erg bewegen. Ik weet niet of het met stempels wel heel leuk is. Maar zo zou je dat dan dus kunnen doen. En dan kun je dus bijvoorbeeld het rietje. Kijk, dan maak ik dat rietje. Doe ik dan gewoon met de stift. Zo. Dat is wel fijn dat ze fijne lijntjes hebben. Er zitten natuurlijk twee rietjes in. Dat vind ik altijd wel een nadeel met de inkt. Dat gaat wel snel aan je punt zitten. Dus hou daar een beetje rekening mee. Nou, dan even het rietje. Oeh, we gaan er strak in, jongens. Kijk,
Kijk, die zou je dan... Nee, dat gaat niet werken, want daar moet je echt wel een grote oppervlak voor hebben. Zo, dat kun je dan zo doen en dan het glas laat ik gewoon zoals het is. Dan gaan we eens een ander kleurtje. Ik heb hier bijvoorbeeld een heel leuk poesje, zit in een bokje. Er zitten al wel wat stipjes in, maar ik dacht misschien is het leuk om die dan met hele dunne stipjes te gaan doen. En daarvoor ga ik paars nemen. Dan moet ik dus heel zachtjes drukken. Dus eigenlijk geen druk uitvoeren. Zie, dat gaat best wel goed. Maar je moet het wel echt met beleid doen. Dit wordt wel een uitdaging, want het is natuurlijk heel smal. Zo. Dan heeft dat poesje een leuk strikje. Die zal ik blauw maken. Maar dat ga ik dan... Nee, die hoeft eigenlijk niet gekleurd, want die is al zwart. Gaan we het poesje zelf bruin maken. En die kleur ik dan wel gewoon zo in met de marker. Eigenlijk net iets te donker deze kleur voor het poesje. Hij is nu niet meer zo schattig als dat hij was, zeg maar. Ja, dan heb ik hier een soort van marentakje. Ik dacht, die ga ik gewoon groen maken. Die ga ik dan ook met stipjes doen. Misschien heb je zelf wel hele andere leuke creatieve ideeën om dit toe te passen. Kijk, ik doe dit nu gewoon omdat ik denk dat dit leuk kan zijn. Kijk, en ik zou het dan heel leuk vinden om de achtergrond met een potloodje nog te doen. Maar ik zou het dan liever eerst met het potlood doen, zodat de stift niet gaat uitlopen. Maar goed, dat zou ik dan later nog eens kunnen proberen, gewoon als ik ermee verder ga. Dan heb ik hier nog een ballon. En dit is dan eigenlijk leuk om bijvoorbeeld een boodschapje. Bijvoorbeeld als je van iemand houdt kun je I love you te doen. En die ga ik dan eventjes met... Die ga ik dan, kijk, om het ballonnetje heen. Kijk, deze zou ik gewoon zo eventjes... Tot de helft zo inkleuren. Ik denk wel dat het leukste is om er zelf echt gewoon stippencreaties mee te maken. Ik denk dat dat het leukste is.
Net wat ik zeg, ik vind die uiteinden van die fijne pen vind ik niet zo lekker aanvoelen op papier. Maar dat kan ook aan mij liggen. En dan kun je dus bijvoorbeeld heel leuk die andere kant donkerblauw maken. Ja, ik doe ook maar iets hoor. En dan die andere zou je dan weer met stipjes kunnen doen. Omdat daar tenslotte een hartje staat. Kleuren is nooit mijn sterkste punt geweest hoor. Je zou het ook wel kunnen toepassen op kaartjes, maar dan de oefening moet wel echt kunst baren. Want ja, als je een kaartje gaat maken, wil je natuurlijk meteen dat het perfect is. Ja, zoals je ziet, bij mij is het gewoon absoluut niet perfect. Maar goed, daarom testen we het ook uit. En dan vind ik het wel leuk om deze dan nog rood te maken. Omdat je een love hebt. Die doen we dan weer met stipjes. Om het hartje heen zo. En dan heb je een beetje een idee wat je hiermee kan. Oké, laten we allereerst even kijken. Het doordrukken valt wel mee. Maar als je echt geen doordruk wil hebben, kun je het beste dik papier gebruiken. Nou, ik heb dus allereerst geprobeerd dit na te maken. Maar ik moet wel zeggen, dat was dus dit achterkantplaatje. Deze. Ik vind het best wel lastig. Je moet echt wel even goed oefenen om het echt goed onder de knie te krijgen met die stipjes. Vooral omdat je voelt dat die punt heel erg naar binnen gaat. Verder heb ik gewoon dit geprobeerd met stipjes. Dit, ja, het kleuren met die fineliner valt niet echt mee. Ik vind het gewoon, hij voelt niet zo heel lekker aan op papier. Nou, dan hebben we nog deze en deze. Het is eventjes wennen. Het was natuurlijk voor mij ook de eerste keer dat ik deze stiften ging proberen. Het zijn hele leuke stiften en ik denk echt dat je hier hele leuke dingen mee kan doen. Maar het kost wel even tijd voor je het echt goed onder de knie hebt. Ik vond het voor de eerste keer best wel lastig met die puntjes. Omdat je echt eraan moet denken, oh ja, geen kracht zetten als je een klein puntje wil. Meer kracht als je een groter puntje wil. Dat vond ik best wel lastig. Verder vind ik het wel heel leuk dat je er ook dus mee kunt verven. Ik denk dat dat ook heel leuk is op canvas. Ik heb dat nu natuurlijk niet gedaan, want ik heb al best wel vaak laten zien hoe je kunt verven met twin markers. Maar ja, ik vind het concept wel heel leuk. En ik denk zeker wel dat je hele leuke dingen ermee kunt doen als je echt heel veel inspiratie hebt. Ik heb nu gewoon wat gedaan. Misschien heb jij wel hele leuke ideeën ook gelijk wat je hiermee zou kunnen doen. Ik ben in ieder geval benieuwd wat jij van deze markers vindt nu je hebt gezien hoe dit werkt. Zouden het markers zijn die je zou willen hebben of zijn het markers waarvan je denkt die sla ik over? Misschien heb je ze zelf al en heb je er zelf al hele leuke creaties mee gemaakt. Laat het dan zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!